Nou, wij waren zo, we hebben het net even over gehad, zo ontzettend onder de indruk van de suggesties die jullie net gaven om die scène als een emotionele rollercoaster te laten werken. Dus we gaan de lat voor jullie ook een klein stukje hoger leggen. We hebben hier namelijk daar twee stoelen. En op het moment dat een speler in de scène om wat voor reden ook die stoel aanraakt, dan zul je zien, dan komt er bij de ene stoel, bij deze stoel, komt een emotie. Dus u roept een emotie en die wordt naadloos in de scène verwerkt. Tot zover gaat het nog, maar dan gaan we verder met deze stoel. En deze stoel, dan volgt er uit het publiek een spreekzin. Ja, dus dan mag je een zin geven. Die acteur die neemt die zin over en die wordt weer naadloos, als het goed gaat, in de scène verwerkt. Wat we nog willen is een locatie waar deze scène zich af gaat spelen. Gevangenis. In de gevangenis. Ja, oké, okay, dan krijg je een scène in de gevangenis. En spreekzin, emotie. Celgenoot. Wat? Ja. Jij? Ja. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik zit hier al 3 jaar alleen. Ja, en nou ben ik er, want er is een celtekort, dus we moeten de 2 in 1 cel, dus ik zit bij jou. Ben je blij? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nou, dat denk ik wel. Dat denk ik niet. Ik zit hier al 3 jaar, ik heb hier de rest in. Haal de chef er maar bij. Bewaking! Bewaking! Hup! Oh? Ja. Denk je dat het zo makkelijk gaat? Ja, ik moet meteen even... Jongens, 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 jongens en meisje. Wat, sorry? Wat moet dat hier? Angst. Wat moet dat hier? Hé, hey. Rustig. Wat doen jullie hier in mijn... Nee, ik begrijp niet waarom ik met een jongen in de cel moet. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik ben een meisje. Dat komt mevrouw vanwege... Dat zou kloppen. Dat jij op klompendansen zit. He? Je weet verdomd goed wat je gedaan hebt. He? Een beetje met je... Zeeuws meisje kostuum hier uitgedost. Dat was helemaal niet mijn schuld. Ik zal u precies zeggen hoe dat zit. Dat zit namelijk zo. Ik kocht rare dingen. Ik kocht rare dingen. Dus u bekend? Nee, dat is geen bekentenis. Het enige wat ik wil zeggen is... Ja, dank u wel, dank u wel. 2 keer geel.
betekent rood. Maar waar is dan allemaal geel voor gegeven? Dat was, er kwam twee keer een blokkade in de scène voor... Voor de beginnende theatersportfans. Een blokkade betekent... Doe maar voor. Nee, dat ga ik niet voordoen. Dat is een blokkade. Ja, blokkade. Dus, we werden wel iets van, heb je dat gedaan? Nee, heb ik niet gedaan. Dat is dan een blok, want er wordt dan een spelsuggestie voor. En als niet je dat opgevolgd. Twee keer doet, krijg je dus rood. Twee keer heel rood, dan je En wat is de straf? En de straf is dat de jonge dame een solo-scène mag doen van 30 seconden. En dat moet een loflied worden. Een loflied? Ja, een kort loflied. Over het fijne bestaan in de cel. Over het fijne bestaan in de cel. En de jonge dame genoemd. Beslissen welk team jullie nog 3 extra punten geven. Zo. Geeft u 3 extra punten voor de parkeerscène die van alle emoties heen en weer vloog, dan steek je de rode kant voor de kaart naar omhoog. En vindt u het witte? Wit. Wit. Oh, sorry, wit. Ja, klopt. Ik wou gewoon even kijken of jullie opletten waren. Met pindakaas! Emotionele rollercoaster over de parkeren, dan doet hij de witte kant naar voren. En van de tegenpartij die u net gezien heeft, of de gevangenis met die stoelen, dan doet u de rode kant naar voren. En naar voren is deze kant op. Ik denk dat die mensen dat begrijpen. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Er zijn allemaal beginners in de zaal. Hij. Dat komt die. 1, 2, 3. Bijna gelijk, hè? Ik had ook een kaart. Rood. Rood? Ja, rechts zijn persoonlijk. U telt niet de stoeltjes mee, ja? Die grap heb ik al vaker gemaakt. Dat ik geïmproviseerd. Ze staan alweer klaar voor de volgende 6. Ja, en we dagen jullie.